Henk, je verliest met 2-0. Je eindigt met 10 man. Terwijl ik toch het idee had dat je deze niet had hoeven verliezen vandaag bij FC Groningen. Welk gevoel overheerst er bij jou? Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat we uitstekend aan de wedstrijd beginnen. Hè. Al na 2 minuten een hele goede kopkans voor Halil Dervişoğlu. En als ik kijk naar de eerste helft, dan denk ik redelijk controle. Ik bedoel, we hebben 3 mogelijkheden, goede mogelijkheden gehad. Volgens mij allemaal via Halil. Zij kregen wel een hele goede mogelijkheid met, ik meen, Warmerdam. Dus als je kijkt naar dat verhaal, organisatorisch, verdedigend, vond ik het gewoon goed staan. Ik denk dat het grootste probleem in de eerste helft met name ligt in die 3 goede mogelijkheden die je krijgt. Daar moet je er eigenlijk eentje van inprikken. Misschien wel de eerste al meteen. En dan weet je dat je gewoon goed aan de wedstrijd begint. En ik vond de eerste helft heel volwassen van onze kant. Ik kan me voorstellen voor de objectieve kijker dat het wat dat betreft... Die zit op meer spektakels, meer fouten enzovoort te wachten. Dus ik vond dat onze zaken behoorlijk goed voor elkaar hadden. Tweede helft tot het doelpunt, ik vond dat een logisch gevolg. Ik vond dat wij de iets makkelijker voetballende ploeg waren. Ik denk ook meteen dat het penalty dat het momentum een beetje bij Groningen brengt. Doordat je mist, het publiek erachter gaat staan. In plaats van als je maakt, het publiek zich waarschijnlijk tegen de ploeg gaat keren. Dus ja, je kan zeggen ongelukkig. Ja, het valt in dit geval, in deze wedstrijd, valt het de goede kant op voor de tegenstander. Want ik ben ervan overtuigd, als wij de penalty maken, het publiek gaat zich roeren, wordt het nog moeilijker voor Groningen, krijgen wij wellicht meer ruimte. Wordt het wellicht een heel andere wedstrijd. En dan zou iedereen gezegd hebben, ja, Sparta heeft gewoon een hele fatsoenlijke, volwassen wedstrijd gespeeld. Dat gevoel blijft nog steeds een beetje, met uitzondering uiteraard van hoe het verder verloopt. Hè. Je verliest hem 2-0, je verliest ook een speler met een rode kaart. En dan is heel die logica is eigenlijk gewoon weg. Je verliest gewoon een wedstrijd die je met name door jezelf verloren hebt. En dat is altijd jammer. Laten we bij die rode kaart eens verder gaan. Hè. Het was in de laatste seconde van de laatste minuten van de wedstrijd. Je probeert nog een gelijkmaker te forceren. Wat gebeurde daar? Ja, ik zag het eigenlijk eerlijk gezegd niet goed. Ik begrijp dat Sierhuis in het voorbijgaan hem even beetpakte. En Tim reageert daarop. Ja, je weet dat, ja, dat mag niet. En vanaf mijn kant, toen ik dat laatste gedeelte zag, ja, dan is het, kan je de scheidsrechter niet kwalijk nemen dat hij daar een rode kaart voor geeft. De context, hè, want daar probeer je wel naar te kijken. A, vind ik het helemaal niks voor Tim, hè, om zo'n reactie te doen. Ik had ook het gevoel in eerste instantie dat hij hem gewoon niet zag. En dat hij een stap naar hem wilde doen. Op dat moment stap ook Sierhuis naar voren. Nou ja, nogmaals. Ik kan wel heel interessant gaan praten. Het is gewoon een terechte rode kaart. Ik zag u op een gegeven moment in de eerste helft een briefje meegeven aan een van de spelers die het veld in het ging. Wat stond erop? Klopt, we zijn gestart in een 4-4-2. Maar ik vond na de beste kansen die wij kregen, dat Groningen via El Mesaoudi beter in de wedstrijd kwam, beter stonden, wat meer doorkwamen. En vandaar dat we daarop geanticipeerd hebben en we zijn geschakeld naar 4-3-1-2. Waardoor we met Brian, die kon wat meer steun geven richting de 2 spitsen, zodat we wat eerder druk konden zetten, zeker met een doeltrap. Dat was de gedachte. Ik had ook het gevoel dat we daarna wat meer controle hadden en wat minder weggaven. Dus dat was de gedachte. Ik zag ook heel vaak gebaren, dat je stond en dat je gebaren maakte van oh nee, oh wat is dit nou weer. Heb ik dat goed gezien? Ja, nee, maar dat is emotie. Ja, omdat je wil... Ik vind nogmaals dat wij al stappen maken met deze ploeg. Dat spreekt ze naar elkaar uit. Zo handelen ze, zo trainen ze. Dus je mag wat kritischer zijn. En gelukkig is dat wederzijds. Dat is gewoon een goede ontwikkeling in mijn ogen. Als ik zo reageer. Want ik kan nu gelukkig wat meer over details gaan praten. In plaats van de grote lijnen hebben we denk ik behoorlijk op orde. Maar wat zijn die dingen inderdaad waarvan je zegt, nou, daar ben ik na vandaag dan wel tevreden over, als je het over die details hebt? Waar ben ik wel tevreden? Ik vond dat we uitstekend stonden als ploeg. Luister, het blijft, als je bent gepromoveerd, voorheen en nog steeds, ik bedoel, Groningen uit, is gewoon een hele lastige wedstrijd. Als je dan, weet je, een behoorlijk overtuigende wedstrijd speelt met eigenlijk grootste frustratie is dat je hem gewoon verliest, terwijl je heel volwassen een wedstrijd speelt. Dus als ik ga praten over volwassenheid, ik denk dat we gewoon op een aantal dingen na, je kan op zijn minst moet je gelijk spelen denk ik hier. Je mag zeker geen rode kaart krijgen. Die 2 zaken, daar moeten we nog wat in verbeteren. Maar eerlijk gezegd kan ik ze niet kwalijk nemen hoe ze een wedstrijd gespeeld hebben. Hè, met uitzondering van dat we de voorwaarden hebben gecreëerd om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Je mist de penalty, je verliest ook nog eens een speler. Ja, dat zijn wel zaken die we professioneler moeten gaan doen.
Wat wel mooi is, hè? Je zegt het ook, we zijn gepromoveerd. Je speelt uit bij Groningen. Altijd gewoon een lastige tegenstander ook voor Sparta. Het is wel mooi dat iedereen zegt, ja, je had gewoon kunnen winnen. Weet je, iedereen gaat er ook vanuit omdat Sparta het goed doet. Van, ja, die punten die komen wel weer mee terug naar Rotterdam. Ja. Ja, het is niet vanzelfsprekend. Maar goed, de andere kant is dat we zwaar teleurgesteld terugkwamen uit Rotterdam-Zuid. We kwamen behoorlijk teruggesteld uit Zwolle. En nu zijn we behoorlijk ook, en Fortuna vergeet ik ook nog eens. En nu Groningen. Ik ben hartstikke blij dat wij er nu op dit moment zo in zitten. Hè? Want het had ook anders kunnen zijn. Kijken waar Emmen staat of Fortuna staat. Kijken waar RKC staat. Dat is ook de andere kant. Daar had Sparta ook kunnen staan. Dus we hebben een basis. En daar vandaan, en dat hebben we vandaag denk ik ook voor het grootste deel te laten zien. We zijn nog steeds een ploeg waarin we, vind ik, naar elkaar toe uit kunnen spreken dat we de strijd aan moeten gaan. Ook met ploeg als Groningen en wat er ook dadelijk komt. Hè. Zometeen is Utrecht, PSV. We weten dat zijn allemaal ploegen die heel veel meer Eredivisie ervaring hebben. Ja, elke wedstrijd voor ons is een battle, is een gevecht. En dat moeten we gewoon beseffen. Dus je bij Groningen, je bent er letterlijk en figuurlijk ook ziek van. Want je bent ook niet helemaal fris, hè? Ja, maar dat is al na 3-4 dagen. En het gaat gelukkig voor mijn gevoel wat beter. Ja, Nico Jalink is met name de patiënt zero volgens mij. Die steekt iedereen aan. Ik ben je niet een paar dagen vrijgeven? Dat heeft hij al gehad.